Hallo kijkers van Shinesprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Grand Colosseum serie met Nandoing. Lekker. De vorige keer ging het zo goed tegen Ein, daar word je bang van. Maar echt, de tweede keer ging het niet zo goed. Maar goed, we gaan dat er nu voor zorgen dat het wel goed gaat. Ik moet alleen eventjes Ninetales wisselen met Gardevoir. En dan gaan we het nog maar een keer proberen. Ja, zeker. En dan hopen dat de Iron Tail nu niet paupers veel damage doet. En dan kan je het, als het goed is, kan je dan de Pelipper en de Whatchamagic in één keer killen. En zij Pelipper voor substitute gaat. En dat gaat hij. Setting. Nou ja, of gewoon... Iron Head, One Hit KO'd mijn Gardevoir, dat kan ook. Nee, de Iron Tail. Oh, Iron Tail, dan mag ook. Maar het kan ook dat Iron Tail mist. Dus... Dat zou helemaal mooi zijn. Dat zou wel Porgerino zijn. Moonblast. Oké, Earthquake. De overleeft hij sowieso. Behalve tussen characters. Yes, yes. Okay. Let's do this. Goodbye. Dat was de Sceptile. Mooi. Okay, dit is de beste start. Daar zijn we het over eens. Ja, ja, ja. Hier begint het goed. Alweer gelijk die Omastar. Ja. Nice. Nice. Want dat betekent dat hij Thunderbolt een one hit KO'd. Hoppee. Nice. Registeel? Denk het. Nee, Gyarados. Oh, Gyarados. Ja, het ding is wel, Omastar die gaat waarschijnlijk voor Ice Beam of Surf. Dus Omastar is niet echt lekker om het veld te hebben. Ja, zeg maar wat je doet. Risk it for the biscuit. Ja. Moonblasten we de Omastar? Ja. Gaat voor Surf. Oké. Okay. Overleeft de Surf? Ah nee, dat doet hij niet zeker. Oh ja, hij overleeft de Surf. Poch. Oké, dan is de Gyarados ook gewoon voetziek. Als ik sneller ben dan de Gyarados. Oh wacht, hij ging de vorige keer voor Dragon Dance. Toch? Ja. Kut. Ja. Ik weet niet zo goed. Ninetales misschien? Ninetales heb je ook niet zoveel aan in deze fight. Dan heb je zo meteen in ieder geval een verse nieuwe mons. Nou. Het maakt wel zijn Omastar misschien af. Het is wel kut dat je nu tegen een Gyarados moet. Ninetales overleeft. Wauw, meen je. Hippontop? Vraagteken. Dat doet de Earthquake in ieder geval niet zoveel meer van die Gyarados. En dan op de Omastar even focussen. Ja. Ik denk wel dat die Gyarados misschien Hurricane heeft, maar... ik denk dat die Triple Kick en... Aurora Beam? Ja, ik denk dat dat wel wat meer zou doen. Weg met die Omastar. Nice. Jammer dat het niet KO'd, dat was nog nicer geweest. Bounce, oké. Wauw. Dit is gewoon niet normaal meer, jongens. Dit is echt niet te geloven. Oh, oeps. Nou, gaat toch bouncen, laat ik dan maar Aggron doen. Nou, ik denk dat hij op je Hitmontop gaat bouncen. Ja, dat denk ik ook. Bounce op die beat. Stampen op die beat.
Rampeneren. Op de vloer rennen. Ik weet het een hele moe. Bullet punch. Zit ik niet gelokt in de truck? Nee, ik heb hem niet gemaakt. Nee, want je raakte... Kut. Oh, nee. Dat is wel onzin. Hmm. Waarom ben je gelokt als je mist? Wat doe ik? Rock slide. Wat een tyfushond. Echt, wat een tyfushond is het. Overleef bounce, please. Oh! Huh? Wauw, AI is echt heel dom. Oh, dit is wel wat? Kut. Ja, en bounce kan... paralyzen? Ja. Nice. Nice, we zijn in ieder geval van die Omen Star af. En hij heeft zijn hyper potion geweest. Oh, ja. Dan hebben we dit vervelende ding. Nu is het handig als ik bulldoze had. Ja. Focus op de Manetric. Ja, wel rock slide. Ja, wel rock slide. Je zou zeggen dat het niet moet doen, maar ik vergeet elke keer dat het een rock type is. Ik vind het meer een ground type zelf, maar. Ja. Ik zou het zelfs een multifunctionele Pokémon willen noemen. Oké, dit is nice. Manectric is dood. Ja. Niet! Oh, maat! Fucking Aggron in zijn attack. Terwijl het gewoon step is, hè, Rock Slide. Ja, doe maar op mijn neck trick, want Aggron is gone. Mm-hmm. En de bounce... Nu is het sowieso kut waar die bounce op komt. Ja, want Blaziken. Ja. Sowieso aan het KO. Ja. En anders sowieso wordt het kut om een waterfly. Mis! Oh, dat is wel echt ziek. En het raakt, dit. Dat is wel ziek. Okay, het enige kutte is, je moet nu tegen een waterflying type. Ja. De Gyarados is echt de grootste threat. Die Registeel kan niet zoveel. Het heeft Metal Claw, Shadow Rush, Iron Head en... Alleen denk ik Burst. Toch dat ik wel moet kijken of ik die Registeel wel gewoon kan killen. Meteen. Nee, want die Gyarados heeft Earthquake. Oh. En hij heeft Bounce. Ik zou echt op die Gyarados gaan focussen. Maar met? Ik zou met Blaziken Bounce doen. Om hem te paralyzen misschien. Ja. Oh. Oh, kut. Dit is heel kut. Nice. Oké, triple kick op Registeel. En dit is wel een beetje kut. Want nu doet hij bounce op jou. Might be, dit is een misplay van mij. Kijk wat dit doet. Nice. Oké. Nou ja, triple kick weet je al op wie je moet doen. Mm-hmm. Ik zou nog wachten met bounce doen, want je krijgt nu een speed boost. Ja. Als hij weer, dan hem. Ja. Ja, als hij dan weer bounce doet, dan moet jij met jouw Blaziken bounce doen. Ja. Oh, dat kan niet. Ik moet triple kicken. Ja. En dan Aura Spear. Oké. Dan gaat hij nu bounce doen. Ja, dan kan ik zo bounce doen. Yes. En dan hit jij zo meteen triple kick met je Hitmontop op hem. Heeft hij geen water move? Hij had Hydro Pump volgens mij. Maar, hij ziet dat bounce super effective is. Ofzo. Oké, bounce. Ja. Op 1. Dan is je Blaziken veilig. Nice. En hij mist ook, want hij ging op de Blaziken. Mm-hmm. Dan hit je triple kick op hem. En dan hit ik zo bounce en dan is het klaar.
Jazeker. Hopen wij in ieder geval. Eén, twee. Nice. Nice and on the caking. Lekkering. Lekkering. Oh, zo fijn als het een keertje goed gaat. Ja. Yeah. Toch wel bijzonder dat die twee de makkelijkste zijn. Ja, we hebben natuurlijk Mirror B nog niet echt goed geprobeerd. Nee, oké, okay, dat was waar. Maar het lastige is dat we niks tegen die Grumpig hebben. Ja. En ja, hij heeft gewoon alle counters. Ja, in principe kan je het sms'je negeren, maar je kan wel even kijken wat er staat. Nee, niet interessandering. Interessandering? Ja. Sandering komt ook gewoon in de reference terug. Tuurlijk. Holy damn. We love Sandering. Jazekering. Hij zal het waarschijnlijk af en toe niet geloven, maar het is wel echt waar. Iemand moet een pispaaltje hebben. En ja, dat is Sandering. Ja, zekering. Of het is paddying. Of het is paddying. Hoe lullig het ook is. Oké. Okay. Mirror B of Dakim? Mirror B hebben we al een tijdje niet gedaan. Dus we kunnen even kijken wat we tegen die Afro kunnen doen. Grumpig of... Nee, Grumpig en Ludicolo. Ja. Dus het ding is, als je Hitmontop gebruikt, die is wel goed tegen de Ludicolo. Alleen Grumpig dus heeft Psyche. Aerial is. Ja. Dat en Ludicolo begint met Fake Out. Ja. Kunnen ook Blaziken Bounce? Ja, maar als je Fake Out op je Blaziken doet, dan doet hij niks. Maar... Ja, maar als je omhoog springt, dan kan die Fake Out toch niet raken, of wel? Fake Out heeft priority. Oh. Ja, ik zou dan Blaziken inderdaad. Had hij verder Water Types? Volgens mij niet. We zijn nog niet heel ver... Jawel, jawel. Slowbro. Oh ja, even Slowbro. Dus Enfrost zou ik nog bewaren. Oh. Ik wil bijna zeggen Aggron, maar volgens mij heeft die Ludicolo Hydro Pump. Dus als ja, dan wordt het Ninetales, denk ik dan. Hele rare combi, maar ja. Dat moet maar even. We kijken wel even. Ja. Ik moet alleen even speed weer naar beneden doen. Oh ja. Zo, dat was een hele rare transitie. Mm-hmm. Wauw, en nu gaat hij een hele andere lead doen. Wat? Op zich niet erg, want die ding is er nog steeds. Ja, oké, okay, dat is waar. Die Ludicolo. True. Nou, daar heb je echt helemaal niks aan Ninetales in deze fight. Ja. Je kan Fake Tears doen op de Slowbro. Dan gaat hij in ieder geval dood. Zometeen als je Thunderbolt erop doet. En dan Bounce met Ludicolo. En dan kijken of hij de Fake Out doet op Ninetales. Nee. Wauw. Dan doet de Slowbro zeker Hydro Pump. Kijk, nu is die special helemaal niks meer van die Slowbro. Psychic. Uh-oh. Dat is de Blaziken. Oh! Nice, poch. Oké, okay. I'll take this as a win. Bounce. En met Ninetales? Kan je even controleren of Training Kiss special is? Want anders zou ik zeggen Draining Kiss op de Slowbro. Ja, en dan Submarine. En dan... naar de Move. Ik kan dat niet echt zien. Nee. Nou. Omdat het een Gen 3 game is? Ja, wat is de derde tap trouwens? Je hebt zeg maar Submarine en de Move... Oh, de Ribbons. Ja. Daar heb je toch helemaal niks aan. Ik ga het wel even googelen snel. Training Kiss.
Het zou special moeten zijn. Okay. Dan zou ik zeggen Draining Kiss op Slowbro. Dan nieuw je ook gelijk. Ik ben nog full health. Ja, oh ja, dat is waar. Oeh, deed wel veel damage. Ja, dat komt door die fake tears. Mm-hmm. Miss. Anderen ook miss? Tee! Hey! Polverino's. Oké, okay, nou, dan gaan we nog een keer draining kissen. Ja. En de bounce? Ja. One hit KO, alsjeblieft. Nee, dat denk ik trouwens nee, niet. Nee, denk ik niet. Nee. Nou, het deed wel veel. Nice. Ah, ping. Ik vond het een goede lead. Ja. Ik denk die moet ik aanhouden. Kijken wat hij dan inzet. Oh ja. Dit is het ding wat gaat earthquaken. Kijk iedereen op de Blaziken voor de 1 AP. Oké, dan zou ik nu naar Hitmontop gaan. En dan Aerial Ace. De Grumpy komt nog wel natuurlijk, maar... Maar goed, dan heb je in ieder geval die Ludicolo uit de weg geruimd. En dan zou ik weer Fake Tears doen, maar dan op de Whiscash. Ja. Dan zal Draining Kiss ook wat meer gaan doen. Yankee. Nou, dit zal wel iets minder doen dan normaal. Ja. Het vervelende is, het raakt al je mons. Mm-hmm. Het duurde even. Pff, Jezus, wat een lange animatie. Oké, daar zijn we nu vanaf. Dan, ik ga ervan uit dat ik nu voor Grumpig ga. Dat denk ik ook, ja. Zou in ieder geval het meest logische zijn. Ja. Fake Tears op de Grumpig of Draining Kiss op de Whiscash? Ik zou Draining Kiss op de Whiscash. En dan, Nice. Ja, op de Grumpig. Kom op, Ninetales, hit hem gewoon. Nou. Ja, super kut. Oké, je hebt nu wel een verse lead. Ja, de enige oplossing is Gardevoir. Of de enige mogelijkheid. Nee, maar hij doet Shadow Ball. Ja, maar Earthquake, One Hit KO, denk ik, Ambrose of Two Hit misschien, en ook Aggron. Nee, ik zou eerder voor Aggron dan gaan. Oké. Aangezien, Whiscash is geïntimidated, hè? Dus min 1 attack. Oh. Oké, hopelijk heet Draining Kiss er doorheen nu. Dan, ja, Iron Head op het fucking kut biggetje. Oké, dit is nice. De redelijke damage en ook redelijke heal dan als het goed is. Nice. Nice, nice. Nicing on the cake. Oké. Oh, wauw. Dat gaat op de Ninetales. Maar goed, Gardevoir kan hem nu finishen. Ik zit me wel te bedenken als hij sneller is, tenminste. Godsamme zeg. Misschien toch focussen op de Grumpig. Moonblast? Ja. Fuck die Grumpig, bro.
Ja, laat het maar lekker dringen, Dennis. Oh nee, wacht, dat is ook heel kut. Mm-hmm. Ach. Hij heeft echt een kut team. De Grumpig is gone. Ja, dat is de vervelendste mon. En er komt nog een Blossom zo, en we hebben Blaziken nog. Oké, dat is wel nice. Dan zou ik nu op die Whiscash focussen. Oh ja, die fucking Ironhead gaat ook op de Blossom. Oh! Grass Fairy type. Maar dat goed, ik zou... Ik zou het nog op de Whiscash, want die Whiscash is nu plus 1 attack. Oh, ja. Godver. Overleef? Ja. Blossom ook, helaas. Ja, dat is wat minder. Nou ja, de Aggron hadden we wel verwacht dat hij niet meer zou overleven. Maar die Gardevoir is wel echt heel nice. En dan hebben we nu... Ja. We hebben geen Blaziken meer. Oh, we hebben geen Blaziken meer. Oeps. Maar Moonblast killed. Ja. Alleen het probleem is, Blossom heeft nog geen move gedaan. Hopelijk geen Moonblast op de Ampharos. Mystical Fire. Oh, dat is een Fire-type move. Mm-hmm. Kan handig zijn. Training Kist dan weg? Fuck, ik heb niet gesaved. Dit. Armaldo. Swords Dance. Oké. Nou, Gardevoir is denk ik sneller dan Blossom. Ik zou zeggen Mist, Cold Fire. Ja, op de Blossom. En dan tegen de Armaldo. Armaldo is Buck Rock. Dus volgens mij is een Rock super effective. Ja. Dat is in ieder geval de Blossom weg. Die Swords Dance, dat was nutteloos. Dat heeft hij voor Saus gedaan. Ja, gelukkig is hij niet zo snel, want anders had hij misschien met de Fairy Move Ampharos. True. Dit is killed. Ja, 100%. Maar goed, daar hadden we al rekening mee gehouden. Ja. Nu moet Power Jam gewoon paupers veel damage doen, please. Nou, Okay, dan hopelijk geen crit. Oh, Sword Dance. Nice. Oké, yes. Fuck you! En Dakimde had al een keer bijna van gewonnen, dus het gaat ons lukken. Ja, jazeker. Zullen we Dakim nog in deze aflevering doen of niet? Ja, doe maar. We kunnen nog even één poging in ieder geval. Hoppeting! Wat even een paar minuutjes of afleveringen grinden wel niet doet met je team. Echt, hè? Mhm. Oh, wat krijgen we? De key, de red ID badge. Kijk, er zitten ook gewoon badges in deze game. Nah. Pokémon badges. Het zijn er alleen 4 in plaats van 8. Mm-hmm. Even healing. Druk me op de speedknop. Hoppeting! Doe ook even 7? Ja, dat lijkt me verstandig. Dan als er iets misgaat of zo, dan raak je de progression niet kwijt. Ja, het zou alleen kut zijn als de audio niet goed zou zijn, maar je hebt het gecontroleerd, dus... Ja, dat zit goed. Dat zit goed. Dat komt goed in. Oké. Dus we hebben een Fortress en een Ninetales. Als je even de speed weer naar beneden gooit... Juist. Blaziken is sowieso goed om die Fortress af te maken. En wat we dan tegen die Fairy Fire-type moeten doen is... Je had het over Aggron, toch? Ja, met de Rockslide eventueel. Ja,
ja, kunnen we dat proberen. En anders vinden we wel een weg. Let's do this. Zal ik Heatwave doen of zal ik Blazekick doen? Ik zou Heatwave doen. Ja. Mocht Ninetales niet Protect doen, dan ja, hit je hem in ieder geval. Ik kan ook dubbelen op... dubbelen op de Fortress. Nee, wacht, dat doe je met Rock Slide ook. Ja, ja. Dan zijn allebei double hitting moves, dus dat is mooi. Dat is Poggerino's. Nou, ik ben benieuwd. In ieder geval doet de Heatwave wat meer damage nu met Wrath. Mm-hmm. En ik geloof dat het ook de accuracy verhoogt. Nou ja, we zitten wel met dit, maar... Oh ja. Oeps. Kut. Nou, hij ging niet voor Protect dit keer in ieder geval. Nee. En dit hadden we natuurlijk wel kunnen weten. Dit was niet heel slim. Uh-huh. Wat doen we? Hypnotom. Power Jam Gardevoir? Heeft Gardevoir Power Jam? Nee, die heeft... Oh nee, Ampharos heeft Power Jam. Ja, doe die maar. Sorry. Maakt niet uit. En anders moeten we dat de volgende keer proberen. Mm-hmm. Oké, dat doet niks. Maar dat moet killen, ja. En dan komt nu de Flygon. Ja, sinds je op een Flygon. Sinds je op je Flygon indeed. Nee, Swampert. Oké, hij mixt het een beetje. Dat is wel kut voor je mods. Mm-hmm. Ja, dit is wel een beetje kut, want hij kan Earthquake doen en Protect. Maar goed, switchen, dan hit je iets anders. Ja, ik kan proberen Power Jam te doen. Ja. En eventueel Bounce, dat ik voor dat ik de ding ontwijk. Ja, en dan ook op de Ninetales, denk ik. Maar als hij dan Protect, dan... Ah, oké. Hij raakt wel, dus het is op de Ampharos. Ik overleef het. Oh, dit is wel zuur. Dit gaat nu niet zoveel damage doen daardoor. Ice Punch. Nice. Waarom zou je Ice Punch doen op een Fire-type? Firefighting. What the fuck? Ja, maar zelfs dan. Het resist. Het dubbel resist zelfs. Power Jam of Dragon Pulse? Nou ja, oh nee, Dragon Pulse niet. Überhaupt. Nee, Power Jam gewoon. Nee, ik zat met die Flygon in mijn hoofd. Oh ja. Oh. Ja, nou ja. Hij overleeft het, dus dit was de juiste beslissing. hij is toch al gone. Wat kunnen we tegen die Swampert? Weinig. Ja, Gardevoir dan maar. Ice Punch. Dat wordt waarschijnlijk... Wordt dat weer tegen de Blaziken? Waarom zou hij dat doen? Ik heb geen idee. Maar ik vind het prima. Ja. Kijk, ik zou... Heel raar, maar ik zou weer Heatwave doen. Want volgens mij deed dat zoveel damage. Wat zeker. En dan met Gardevoir Moonblast op de Ninetales slot. Oké, omdat dan Flygon daar eventueel komt. Ja. En dan ben je daar gelijk. En dan Heatwave, let's go. Worden dat de predictions? Ja. Ik hoop dat hij niet met Typhlosion komt. Dat zou heel jammer zijn. Maar de AI zou toch moeten nadenken van... Oh, het zijn twee... Het is een mon die weak is tegen Earthquake. Gebruik de... Hupplepup. Ja, juist. Flygon. Juist. Flygon. En dan Moonblast, dag Flygon. Applausje voor Nandoing! Yeah. Heel erg puiking. En dan komt nu de Typhlosion. Oké. En dan... nu gaat hij wel voor de waterfall. Natuurlijk de Drought.
Okay, Moonblast op Swampert en Blaziken ook op Swampert. Ja, ik denk het wel. Dan Aura Sphere. Aura Sphere? Ja. Ja. Misschien was toch een bounce wat beter geweest, want dan had je nog een bird extra. Oh. Oeh, Eruption. Ja, dit gaat heel veel pijn doen, want hij heeft nog al zijn AP. Oké. Hipmon top? Ja. Boomblast? Ja, die moet nog hitten, hè? Mm-hmm. Kijken. Oké, nou, het is prima op zich. Oh, dat was ik even kut. Oké, nee, dat is prima dan. Misschien rare gedachten, maar ik zou dubbel op Typhlosion nu. Dan, nee, geen Moonblast. Ja. Dat resist die. Psychic. En dan Triple Kick, ja. Fuck. Ja, dit doet Typhlosion zo snel? Ja, Typhlosion heeft dezelfde stats als Charizard. Oké. Hit. Godver. Earthquake. Oké, ja, maar je bent wel Hitmontop kwijt en ik weet niet wat de volgende mon is. Er is geen volgende mon meer, toch? Jawel, volgens mij heeft hij nog eentje. Volgens mij had hij er nog drie. Ja, kutzooi. Die Typhlosion resist al je moves. Training Kiss op de Swampert. Wat een lul. Ja, dit wordt hem al niet meer. Hij doet zo meteen Eruption en dan is Ninetales gone. Als hij ik had de laatste mon wel willen zien eigenlijk. Ah, misschien dat je het... Oh, jammer dat hij geen Earthquake deed. Nou, je bent wel sneller volgens mij dan Typhlosion. Maar nee, dat weet ik niet. Niet. Nee, dat weet ik niet zeker trouwens. Weer hetzelfde. Ja. Nice. Dan kan je in ieder geval zien wat zijn laatste mon is. Oh, Solrock toch, of niet? Oh ja. De fuck. Ja, daar kunnen we ook niks tegen doen. Sterker nog, hij kan meer tegen jou doen nu. Met zijn fucking fire Pokémon dingen. We zijn wel verder gekomen, volgens mij. Ja, dit zijn zijn laatste twee. Heel poch. En weet je, die Typhlosion was vorig keer One Hit KO volgens mij. Omdat we een andere Pokémon nog hadden. Mm-hmm. Met een Rock Move. Of had hij dood door met een Earthquake van zichzelf. Volgens mij was dat. Volgens mij dat, ja. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.